leuk, hè? Het is vandaag schitterend weer. Het is 5 mei om precies te zijn, de dag van de bevrijding. En het is een speciale bevrijdingsdag vandaag, want het is 65 jaar geleden dat wij en vele andere landen bevrijd werden van alle negatieve dingen die er toen waren. En we gaan eens kijken hoe Schiedam dat vandaag gaat vieren. Gaat u mee? Kijkers, Schiedam kent natuurlijk ook vele oudstrijders. En naast mij staat meneer Thijssen, een van de vele mannen die gestreden heeft in de jaren 40-45. En meneer Thijssen, u kunt mij daar waarschijnlijk een heleboel over vertellen. Een heleboel over vertellen. Nou, ik zal u vragen, want u leeft vandaag 5 mei. 65 jaar geleden zijn wij bevrijd. Ja. Maar er is nogal het een en ander aan vooraf gegaan. Die 5 jaar daarvoor waren verschrikkelijk. Ja. En die heeft u meegemaakt. Ja. Kunt u in het kort vertellen hoe dat was? Ja, ik ben natuurlijk op 1919, 2 oktober, ben ik in dienst gekomen. Ja. Toen was u al oud? Nou, toen was ik 20. En toen moesten we naar Den Haag. En daar hebben we onze diensttijd zover volgemaakt. Totdat de oorlog begon natuurlijk. Ja. Tot op een zekere nacht werden we uit ons bed gedonderd. Want er was oorlog, zei ze. Ja. Ja. En toen moesten we naar... Ik was bij de Huzaren motorrijders. Dus we hadden allemaal een motor. Ja. Moesten we naar Vliegveld Valkenburg. En... het is al zo lang geleden. Ja. Maar in ieder geval, we zijn met de motoren zijn we zo ver mogelijk, zo dicht mogelijk bij Valkenburg gekomen. De boerderij hebben we onze motors gestald. Ja. En toen moesten we in het veld, in een of andere linie, moesten we naar het vliegveld. Okay. Niet op het vliegveld zelf natuurlijk, nee. Want het vliegveld stond een hek omheen. En, in ieder geval in de buurt van het vliegveld. Ja. Nou, en daar hebben we een poosje gebakkeleid met de moffen. Geschoten en gedaan tot we ons eigen terugtrokken op de boerderij. En voor de verdere rest hebben we die oorlogsdagen patrouille gereden in Den Haag en in Leiden. Geslapen in het gebouw van kunsten en wetenschappen en overal geslapen eigenlijk. Dus dat was weinig meegemaakt. Veel gezien toen natuurlijk in het Haagse bos, daar zagen we een vliegtuig leggen, dode piloten, weet je wel, en dat hebben we. Dear one, the world is waiting for the sunrise. Every road is covered with dew. And while the world is waiting for the sunrise, a heart. Alles van dichtbij meegemaakt. Ja, had u zich op het moment dat hij toen die ene ochtend dat ze binnenkwamen in de kazerne waar u zat en zeiden van jongens, diensttijd is afgelopen, maar we gaan nu de oorlog in. Kon u zich op dat moment beseffen wat dat eigenlijk inhield? Nee, natuurlijk niet. We hadden natuurlijk wel oefeningen gedaan, maar dat haalde niet bij de realiteit natuurlijk. Hè? Nee. Dus je werd 's morgens gewoon, wij lagen toen in Wassenaar. Ja. Daar waren we gelegerd in barakken en dan werden we 's morgens eruit gehaald. Oh jongens, er is oorlog. Ja. Dus dat was 's nachts om een uur of 4, 5. Ja.
En van die tijd moesten we eigenlijk natuurlijk aangeleden en op de motoren. Toen werden we gelijk naar de buurt van Valkenburg gestuurd. Ja. Gebeurt dat in een waas? Je doet gewoon je ding, want je zit in het leger en er is oorlog. En dan moet je naar de strijdlinie. Je beseft het eigenlijk nog niet goed. Dat dringt eigenlijk niet tot je door dat het oorlog is. Kijk, toen die oorlog afgelopen was, toen zijn we natuurlijk... Ja, Jezus, ik heb eigenlijk toch wel een hoop meegemaakt. Want in die oorlogsdagen, toen wij... lagen wij bij huis in een bos ergens. En toen we verloren hadden, toen wij stonden op het Malieveld, toen zei die generaal van ons, kijk, dat was Rotterdam. Hele grote wolk, zag je. En toen moesten wij die motoren van ons, die moesten wij op het Malieveld, hebben ze eerst een tankwagen neergezet. En toen hebben wij al onze motoren, die hebben er tegenaan gereden. En toen hebben ze daar een paar handgranaten in gegooid en de benzinekraan opengezet van die tankwagen. Dus het hele zootje ging in vlammen op. Ja, dat was verschrikkelijk. Dat was eigenlijk doodzonde van je motoren natuurlijk. Ja. We hadden niks meer. Nee. En toen zijn we bij huis in de bos. Daar hebben we geslapen op de een of andere manier. We hebben onze geweren weggegooid, de revolvers en al die dingen weggegooid. En totdat de moffen kwamen. Ja, en dan sta je natuurlijk, ja, zijn dat de moffen? Van mijn vrachtwagens, weet je wel. Nou, en we gingen gewoon praten met die moffen, weet je wel. Zover als het kon. En ja, het is heel raar eigenlijk, hè. Dat je, dan ben je geen vijanden meer, dan praat je gewoon met elkaar. Nou, en ja, dan zijn we toen zijn we toch weer... Toen zijn we... afgevoerd naar, tenminste weggegaan naar Apeldoorn of Amersfoort, naar de kazerne. Ja. Daar zijn we naartoe gegaan en daar zijn we dan na verloop van tijd waren we klaar in dienst. Ja. Konden we naar. Hey, look me over, lend me an ear, fresh out of clover. Uiteindelijk zover dat daar die mensen komen om ons te bevrijden. Om eigenlijk heel veel mensen van de Duitsers te bevrijden. Hoe ging dat? Hoe ervaarde u dat? De eerste Amerikaan die je gezien hebt, die was... toen zaten wij op een boerderij in Duitsland. Want wij zijn in Duitsland gewerkt en op het eind van de oorlog moesten we putten graven en schansen maken. En toen hoorden we, s'nachts Amerikaanse kreten eigenlijk, weet je wel. Jezus, toen gingen we 's morgens kijken. En dan zagen we sinaasappelschillen leggen. Weet je wel, ik zeg, joh, de Amerikanen zijn er, weet je wel. Ja. En toen zijn we... Ja, toen dachten we, ja, nou gaan we maar naar huis, weet je wel. Tussen met een mannetje of 5 en een wagen met rommel zijn we op pad gegaan. Tot aan Warendorf. En daar werden we tegengehouden. Dat was een soort paardenschool in Roermond. En daar hebben we gewacht tot we naar Nederland werden gebracht. Okay. Ja, dus daar heb ik een paar weken gelegen. En toen zijn we naar Nederland, naar Limburg gebracht. En
toen, daar heb ik nog in de kosten liggen bij een oud Schiedammer, een jongen die ik van vroeger kon. En tot we naar huis konden. Ja. Dus toen werden we weggebracht in de een of andere boot, naar Rotterdam gebracht. Dan aan de parkhaven werden we ontscheept en toen maar wachten. En toen zijn we met de bus naar Schiedam gebracht en dat was 's morgens vroeg. Ja. En de meeste jongens uit Duitsland die kwamen op de dag terug en die werden opgehaald door de vrouwen. Maar ik zag niemand op de broersvest. Werden we uitgezet, ja. Op de Koemarkt werden we afgezet. Dus ik stond er helemaal alleen. Ik ben de Hoogstraat afgelopen. Ik had een koffertje bij me. Van Limburg had ik nog wat kaas en wat eten meegebracht, weet je wel. Nou, en toen stond ik voor de deur. Bij mevrouw. Ja. Dus we komen wat te kijken. De stonkoor die stond voor de deur, ja. Gelukkig maar. En, en dat is eigenlijk het hele verhaal eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Wist u dat hij kwam? Nee, nee. Ik stond thuis en hij stond ineens voor mijn neus. Ja. Nou, dat was iets dat... Dat kan je niet beschrijven eigenlijk. Nee, echt niet. Nee, ik kan niet beschrijven. Hey, look me over. Lend me an ear. Fresh out of clover and mortgaged up to here. But don't pass the plate, folks. Don't pass the cup. I figure whenever you're down and out, the only way is up and I'll be up. En hoe heeft u de bevrijding ervaard? Want voordat uw man dan kwam, ja, dan mag je naar huis, want we zijn bevrijd. Uw man is dan een heel andere ervaring, denk ik, dan voor u. Want u zit thuis, u hoort dat, maar dan is hij nog niet thuis. Nou ja, wij moesten ook. Ik kreeg natuurlijk een uitkering en dan moesten we voor naar Rotterdam helemaal. Ik weet wel in de, hoe heet het, die straat daar bij de Couvernestraat. Daar moest je dan naar zijn kantoor toe. En dan kreeg je daar je maand iets van een salaris. Moest het leven natuurlijk. Ja. Maar voor de rest was er helemaal niks. En alles was veel op de bon natuurlijk. Ja. Ja. En toen hij eenmaal thuis was, hoe ging dat verder? Ja, hoe ging dit verder? Dat was natuurlijk heel moeilijk ook. Ja. Want ja, om je dan weer aan te gaan passen. En ook voor hem was dat natuurlijk moeilijk. Ja. Je moest zien dat je werk kreeg. Ja. En dat was natuurlijk ook niet heel makkelijk. Nee. Nee, het zijn hele moeilijke dagen geweest hoor. Ja, ja. I wanna ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon till I lose my senses. And I can't look at harbors and I can't stand fences. So don't fence me in, oh no. Papa, don't you fence me in, oh yeah. Dat is allemaal 65 jaar geleden. 65 jaar verder, nog steeds gelukkig getrouwd. Wat ik begrepen heb, veel kinderen en heel veel kleinkinderen en achterkleinkinderen. Twee kindertjes, een zoon en een dochter. Maar ik heb heerlijke kleinkinderen. Daar achterkleinkinderen? Ik heb al 10 achterkleinkinderen. Okay, ja. En ik zeg het, ik heb een meisje verloren dan, een dochter van 55, heel plotseling. Maar daar heb ik dan 3 heerlijke kleinkinderen van. En dat is mijn troost en mijn toeverlaten zijn dat. En ook mijn kleinkinderen daar. Dat hou je echt op de been. En 5 mei, viert u dat ieder jaar nog een beetje? Ja. Ja, ook naar de doodherdenking kijken. Ja. Zoals gisteren. Ja, dan ben we echt helemaal... Ja, en ook de dag zelf. Dat je 's morgens wakker wordt, dat je denkt, hé... Dat blijft toch iets speciaals? Ja, tuurlijk. Ja. En u blijft het ook belangrijk vinden, uw man denk ik ook, dat we dat nooit mogen vergeten. 4 en 5 mei moet blijven? Nee, dat moet blijven. Ik zeg het mijn kleinkinderen, mijn achterkleinkinderen. Die is gisteravond met zijn vader naar de dodenherdenking, weet je wat. Dus dat wordt allemaal goed bijgehouden. Ja. Ik wil u hartelijk bedanken voor dit gesprek. En ik wens u nog een heel lang en gelukkig leven in vrijheid. Dan we nog onze 70ste trouwen, hè, mee... Trouwdag mee mogen. Ik help u mee open. Ik ga ervoor. Eens zal de wind willen in Noord gaan. En nooit nog wat te gaan. Heel graag. De ene heen, die durven staan. De wonden zelf te heen. Vaderland, dat ruikt je lente en de
Ik zit hier naast meneer Hans Pellen. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent voorzitter van de stichting FNVG. Nee, van de stichting VNFG. Doe ik het toch verkeerd? Maar het is ook zo moeilijk. Ja, nou, het is heel moeilijk. Het is Stichting tot Viering en Herdenking van Nationale Feest- en Gedenkdagen. Zo. Ik ben blij dat u het zegt. Ja, het is een hele mond vol. Maar daar bent u voorzitter van. En ja. Als ik het goed begrepen heb, al 25 jaar. Dat klopt, ja, dit is mijn 25e jaar. Ja. En volgens mij is dit vandaag ook de laatste dag. Ja, officieel is het de laatste dag. Ja. Alleen nog de afwikkeling komende weken. En dan kan ik mijn stokje overdragen. Ja. Hoe is dat geweest de afgelopen 25 jaar? Hoe is het begonnen? Ja, het begon eigenlijk in Bijdorp. Dat klinkt heel gek, maar in Bijdorp bestond toen 15 jaar en de wijkvereniging was 15 jaar en de wijk 65. We hebben een groot feest gevierd. Daar heb ik toen ook in de jubileumcommissie gezeten en daar hadden we een tonnetje steken. En van daaruit ben ik eigenlijk in de Oranje Vereniging Wilhelmina gekomen. En van daaruit ben ik in de VNFG gekomen. En dat is puur alleen voor het tonnetje steken. Dat heb ik toen gedaan en toen hebben ze mij in het bestuur gevraagd. En inmiddels zit ik er dus 25 jaar in. U vond het zo leuk, u deed het zo goed en iedereen was zo enthousiast van beide kanten dat men zei van nou, daar moeten we wat mee blijven doen. Ik hoop dat ze dat toen gezegd hebben, dat kan ik niet van mezelf zeggen natuurlijk. Stichting? Ja, de stichting doet dus de Koninginnedag vieren wij. Daar doen we dus hoofdzakelijk het straatteken en we ondersteunen dus de wijken een beetje met financieel. En we doen de Oud-Baden, die wordt dus ook eigenlijk van de Oranje, van de stichting VNFG. En dan hebben we de 4e mei, doen wij de dodenherdenking. Ja. En dit jaar hebben we dus ook een bijeenkomst gehad in de Goordhof Sint-Janskerk. Ja, dat doen ze één keer in de 5 jaar, doen we dan de bevrijdingsdag. Hè? Ja. Dit zijn een speciale? Dit is een heel speciale dag. Dit is wel zo'n mooie dag. Ja, ik glunder helemaal. Het was al een hele grote wens van mij om Kiep Den Rolling naar Schiedam te halen. En dat is me gelukt. Ja. En heeft u er persoonlijk iets mee met de jaren 40, 45? Nee, maar ik denk dat ik net als iedereen vreselijke jaren gevonden heb. En ik kom zelf uit het oosten van het land officieel. En daar is het waarschijnlijk niet zo erg geweest als hier. Maar als ik dan mijn schoonmoeder weer hoor, al die verhalen die zij verteld heeft vroeger, dan heb je zelf al wat meer met het. Ja. Ja. Heeft u dat gedaan? Vandaag stopt dat. Hoe kijkt u daarop terug? Ja, met veel geluk, zeg maar. Ja, het zijn heerlijke jaren geweest. Ze zijn echt voorbij gevlogen. Ja. Altijd wel druk geweest. Ik ben nooit thuis. Ja. Mevrouw was altijd alleen en die zit nu ook weer alleen thuis. Dus die viert ook een klein feestje? Die hoop ik wel, ja. Ja, die zal blij zijn als ze me thuis krijgen. Of ze denkt van ga alsjeblieft weer weg. Misschien zien we volgend jaar wel weer terug. Ja, wie weet. Nee, maar dat zal best wel goed komen. Maar ik kijk me veel liever terug op al die 25 jaar. Ja. Maar ik vind ook wel dat ik het nu weer moet gaan stoppen. En dat er weer wat ander bloed in komt en nieuwe ideeën, nieuwe gedachten. Waarom is dat belangrijk? Want de ideeën en de gedachten die u heeft, die zijn goed. Het bevalt men. Men zegt het is leuk. U vindt het leuk om te doen. Waarom dan toch dat u zegt, van, nou, er moet eens wat frisse wind doorheen? Ja, dat vind ik wel. Dan krijg je toch nieuwe ideeën. Het is altijd moeilijk om iets nieuws te verzinnen. En om dan maar in het oude stramien te blijven, dan denk ik van, nou, kom op, iets nieuws erin. En het wordt ook een keer tijd, ik ben 65, dus wordt het tijd dat ik een stapje terug doe.
was 65 jaar bevrijding in Schiedam. Ik hoop dat u genoten heeft. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende keer.